tussen een wat afwachtende wedstrijd buiten het bereik van de koplopers. Hij moet aan zijn nieuwe ex-fabriekswagen nog een beetje wennen. Afgetekend leider in de klasse groep N van de niet verbeterde auto's is Hans Stacy, die geen enkele moeite heeft met zijn Zweedse merkgenoot Patrick Holmlund. Hij wordt door Stacy op bijna anderhalve minuut gereden. En dan het moment van de wedstrijd. Klassementsproef 15, waar Jan van der Marel zich 4 minuten te vroeg meldt, wat hem 2 strafminuten kost. Daardoor krijgt Erwin Dokter in de Opel Calibra de eerste plaats min of meer in de schoot geworpen. Tweede op dat moment is Koen Vink in de Subaru en Jan van der Marel zakt terug naar een derde plaats. Erwin Dokter gaat intussen onverminderd voort, terwijl Jan van der Marel uitlegt hoe het drama is ontstaan. We stonden bij de tijdcontrole en ik vraag nog heel uitdrukkelijk aan Anton, heb je goed geteld? Ik zeg, want zie Erwin Dokter nog niet. Ja, het is goed. Dus ja, we klokken in en 4 minuten te vroeg. Dat wil dus zeggen 30 seconden per minuut. Dus 2 minuten straf. Op een uitstekende 5e plaats weet Giel Bos zich in zijn 2-wiel aangedreven Peugeot te handhaven.